Tijdens de internationale scheepvaarttentoonstelling Europort 73, die in de RAI werd gehouden, hebben velen met verwondering gekeken naar een vreemdsoortig monster op vier grote poten. Het werd door de Nederlandse fabrikant een amfibisch baggerwerktuig genoemd, dat zich met behulp van een dieselmotor vooral in moerasachtig gebied gemakkelijk zou kunnen voortbewegen. Om dat te bewijzen bleek men bereid het gevaarte naar een van de Flevopolders over te brengen. Op zijn grote, van stalen wielen voorziene hydraulische poten verheft de amfidredge zich van de grond of uit het water, waarna hij zich als een logge schildpad langzaam voor of achteruit of zo nodig ook zijwaarts beweegt. Op het baggerwerktuig is een kraan gemonteerd die evenals de grijper hydraulisch wordt bewogen en die een draaihoek van 270 graden heeft. Met behulp van deze kraan kan de amfidredge per uur tot maximaal 85 kubieke meter grond verzetten. Dit amfibische voertuig, dat op eigen kracht van de wal in het water kan stappen en omgekeerd, behoort tot het vernuftige baggermaterieel waarmee Nederland zich in de wereld zo'n uitstekende naam heeft opgebouwd.